Julia Vorobieva gaat beginnen met Black is Black Gel Polish en die gaat ze aanbrengen op de tip. En natuurlijk is de tip al zwart, maar zo krijg je toch een wat mooier effect zo direct. En waarschijnlijk gaat ze ook weer iets met folie doen en daar heeft ze de plaklaag van de Black is Black Gel Polish voor nodig. Dus na 30 seconden uitharden, neem een willekeurige folie, in dit geval goud, en duw die gewoon zachtjes op die plaklaag van die gel polish en je zult zien dat die folie er grillig vanaf komt. En dit shimmertje, dit effect, dat geeft straks ook die diepte aan dat design. Diezelfde diepte als het natuurlijk Syriza kreeg met dat bladgoud. Met de Pink Glass Gel Polish wordt er nu hier overheen gewerkt, een beetje vlekmatig. Niet te dik, je ziet dat ze het heel dun aanbrengt, zodat je wel de helderheid en de transparantie goed behoudt. Als je te dik werkt, wordt de nagel ook in zijn geheel te dik. Met een beetje neonroze pigment gaat ze nu met de dotting tool over de nagel heen, het pigment tool bedoel ik, en tamponeert eigenlijk in die plaklaag een beetje van dat neonroze pigment. En daardoor wordt het nog heftiger, nog meer drama. Extreme matte topgel is ook voor Julia Vorobieva de topgel waar ze het liefst op schildert. Dus breng deze aan en hard deze uit. Ze neemt nu liner gel en de liner gel, een klein beetje zwart, brengt ze met haar silicone tool aan op haar steen, op haar palet. En met Pepijn's Choice penseel, dat is een penseel met lange haar waarmee je hele lange dunne lijnen kunt maken, gaat ze de outline of de basistekening van de pauwenveer maken. Ze heeft dit ook een keertje laten zien in groen-blauw tinten en dit wordt dus meer roze, goud, warme tinten. En je brengt dit design altijd asymmetrisch aan in een soort diagonale lijn. Mocht je dit op meerdere nagels aanbrengen, werkt dan die mooi in spiegelbeeld, waardoor je mooi dat leven benadrukt. Het is nooit mooi met dit soort dingen om 10 keer exact te herhalen of zelfs 2 keer exact te herhalen, want het is juist die beweging van de hand die het zo spannend maakt. Met extra details en wat extra liner gel black verbindt ze de elementen op sommige plekken wat dikker aan elkaar vast, waardoor je optisch wat grotere vlakken krijgt en waardoor het ook wat stoerder wordt. Als je dit te verfijnd doet, valt het een beetje weg naar de achtergrond, dus je hebt op sommige plekken echt wel wat dikte nodig. Natuurlijk is dit slechts een deel van de stappen, maar ze schildert dus nu de zijvertakkingen van die pauwenveer. Als dat is uitgehard, dan zie je hier heel mooi dat effect. En ze neemt nu een klein beetje gele glas gel polish. Altijd heel spaarzaam, dat is natuurlijk typisch voor het werk van Julia Vorobieva. Werkt altijd heel erg dun en heel erg netjes. En een klein beetje van die prachtige neonroze glas gel polish en de rood. Zoals ik al zei, de hoofdtinten in dit design zijn rode, oranje, roze tinten. En een heel klein beetje van deze bronze chrome. De lime chrome, of de gold chrome. En dat gaat ze eerst inpoetsen in die zwarte lijnen liner gel. Die is dus 30 seconden ongeveer uitgehard. En dan poetsen lekker dat chroompigment daarop in. En daardoor gaat echt die lijnen van die pauwenveer komen straks super hoogglanzend omhoog. Haalt overtollige weg. Voorzichtig, en dan zie je dat het bijna een soort plakplaatje is geworden van goud. En nu gaat ze de delen, de open delen, tussen de elementen inkleuren met een klein beetje glass gel polish. Waardoor je nog meer die diepte benadrukt en dat effect van licht, diepte, dimensie eigenlijk extra aanzet. Ze mengt alles ter plekke in de pauwenveer. Je ziet ook dat als ze opneemt, dat ze soms een beetje door de geel en dan door de rood gaat. Waardoor je dus een speels effect krijgt. Een heel klein beetje zwarte gel polish wordt door de gele glas gemengd met een tipje rood, waardoor we een beetje een schaduwtint krijgen. Hiermee gaat ze rondom de grote elementen, dus het hoofdelement, een beetje schaduw aanbrengen om die te separeren van de achtergrond, om daar meer contrast in te brengen. Want dat contrast is natuurlijk belangrijk, zodat je het oog goed ziet wat je aan het maken bent. Ook een heel klein beetje over dat goud heen, gewoon een beetje hier, een beetje daar, om ervoor te zorgen dat er heel veel gebeurt. Nou, het is nu al prachtig natuurlijk, het is echt bijna een soort glas in loodjuweel. Extreem matte topgel, en die wordt hier weer overheen aangebracht. Natuurlijk zijn die glasgel polishes tussendoor wel uitgehard. Egaliseer ook nu goed het oppervlakte. En met dat pure zwarte linergel gaat ze nu de tekening extra detailleren. Want je ziet dat het nu wat vaag is, het zit nu een beetje in de achtergrond.
Maar met dat zwart zul je zien dat je echt dat die separatie, dus dat onderscheid krijgt tussen die verschillende lagen, waardoor je oog echt wordt meegenomen in een soort ontdekkingstocht naar dat prachtige design wat ze heeft gecreëerd. Let erop dat je niet te veel zwart gebruikt. Werk in dunne applicaties, kleine applicaties en maak echt kleine details, want dat onderscheidt dit design echt van, ja, dit maakt het zo uniek. Ben kritisch op wat je aan het doen bent. Het midden van die pauwvuur heeft trouwens ook wel iets weg van een scarabée, als ik er zo naar kijk. Hier komen weer wat grooms, die worden hier weer op ingepoetst. Ja, het is toch een wonder hoe je dit kunt bedenken. Hè? Hoe kun je nou bedenken al die lagen over elkaar heen, al die effecten over elkaar heen. En dan uiteindelijk, als het te veel weg is gehaald, met Airnails topgel afzielen. Dit kan natuurlijk ook met Supreme Finish of met een andere topgel naar keuze. Maar je ziet nu al die lagen glanzen, schimmeren en glitteren. En hier in combinatie met een andere, ik sta echt helemaal perplex iedere keer als ik naar het prachtige werk van Julia Vorobieva kijk. Wat een diepte. En hier zien jullie ook de groene die we vorige keer hebben gedaan. Ik ben gek op pauwenveren en ik ben gek op Julia Vorobieva. Zorg ervoor dat je haar volgt op Instagram, maar ook op Facebook. Zij heeft een nagels, een Nail School Academy in Moskou. Is ook vaak te vinden in Sint-Petersburg. En zodra het kan, laten we er ook eens naar Nederland komen voor een masterclass. En dan doe ik zelf in ieder geval ook mee, want het is geweldig wat ze allemaal doet.